Voorzitter van de KPI Harbrinkhoek. Dat is een plattelands jongerenvereniging hier in Harbrinkhoek Mariaprog in omstreken. En we hebben nu dit jaar staan we dus weer bij het paasvuur van wat we dit jaar gebouwd hebben. Dus dat, En hoe lang hebben jullie erover gedaan? We zijn denk ik nu zo'n beetje al 6 à 7 weken bezig om hout bij elkaar te sprokkelen en te verzamelen, onder andere met vrachtwagens, trekkers en van veel al handwerk, zeg maar. Wij zijn ongeveer met 30, 35 mensen en op de top, zoals afgelopen vrijdag, zaterdag, dat zijn echte dagen, dan moet het nog even gebeuren. We halen zo'n beetje 120, 130 adressen hebben waar, bij mensen thuis waar we hout ophalen. En dan zijn we toch echt wel met een 40 mensen, 40, 45 mensen onderweg om overal het hout bij elkaar te halen. Oké, dat is dus nog een redelijke klus om dat voor elkaar te krijgen. Ja, het is een hele happening en het is een beetje traditie, maar de jongens vinden het ook hartstikke mooi en het is een gezellige dag met elkaar. Het is wel even bikkelen, maar het is hartstikke gezellig en leuk om te doen. Volgens mij is je fakkel uit. Oh nee, doe er nou. Ik zal iemand voorbij komen. Goed zo, jongens. Nu een wedstrijdje wie langs hem blijft staan. Kom maar even achteruit, want het gaat nu voor heel hard hoor. Kom even bij ons.